In deze masterclass gaan we gebruik maken van de versie Architectuur Interieur voor het uitwerken van enkele details uit dit interieurontwerp van Landau en Kindelbacher voor het immobiliënkantoor Signa Holding in München, Duitsland. Bij een interieurtekening vertrekken we vaak vanuit een bestaand gebouw. In vele gevallen kunnen we gebruik maken van de plannen van de architect die we dan importeren. In dit voorbeeld zullen we een DWG-bestand importeren, maar indien u samenwerkt met een architect, vraag dan zeker na of deze geen Vectorworks gebruikt. Het zou namelijk niet de eerste keer zijn dat een plan vanuit Vectorworks als DWG wordt geëxporteerd, om dan later terug als DWG te worden geïmporteerd in hetzelfde pakket. In dit geval was het een DWG die recht uit een ander CAD-pakket kwam, dus die gaan we nu importeren in onze tekening. Hiervoor gaan we naar de ontwerplaag van Vectorworks. En in het bestand importeer DXF-DWG gaan we via onze browser het gewenste DWG-bestand selecteren. Vectorworks gaat het DWG-bestand inlezen en opent een dialoogvenster waarin we enkele instellingen kunnen opgeven. Nu, in deze masterclass ga ik niet te ver ingaan op de instellingen van die DWG, omdat we daar eigenlijk te weinig tijd voor hebben. En in andere workshops er toch dieper op ingegaan kan worden. Nu, enkele belangrijke dingen die ik toch wil tonen is dat we rekening moeten houden met de eenheden. Ik wil namelijk zeker weten dat de tekening die in centimeters is opgebouwd ook in centimeters wordt geïmporteerd. Dat ik alle objecten die eventueel 3D zouden kunnen zijn uit AutoCAD in 2D worden geïmporteerd in Vectorworks, want ik wil dit bestand gewoon als onderlegger gebruiken en dan heb ik eigenlijk geen 3D geometrie nodig. Daarbij ga ik een 3D-tekening opbouwen, dus wordt het eigenlijk nog minder belangrijk. En de schaal van mijn ontwerplaag, die is 1 op 100, dus ik ga mijn tekening op die schaal importeren. We klikken OK, Vectorworks leest de DWG nogmaals in en geeft de boodschap importeren is voltooid. Als we op OK klikken, zullen we zien dat dit DWG-bestand getekend wordt in onze Vectorworks-tekening. Nu, als interieurontwerper gaan we op dit moment moeten gaan bepalen welke indeling we precies willen maken in deze tekening. Daarvoor gaan we een schets importeren die ik heb gemaakt op een bladje papier. Omdat het toch vaak aangenamer is om even te schetsen op papier in plaats van je hele ontwerp van nul af in Vectorworks te beginnen schetsen. Dat is ook mogelijk, maar heb ik in dit geval niet gedaan. Wat ga ik doen? Ik kies importeer afbeelding. En die afbeelding gaan we ook zoeken in ons Finder-venster, die heet schets.jpg. We klikken op open en ook die wordt toegevoegd in onze tekening nadat we geselecteerd hebben als wat voor bestandsformaat we deze willen importeren. Nu, een JPEG volstaat in dit geval, er zijn geen speciale functies aan die PNG gekoppeld die echt nodig zijn voor dit type tekening. En daarboven is die JPEG ook het kleinste bestandsformaat, dat houdt onze tekening compact. Ik klik op OK. Vectorworks importeert onze schets. En het enige dat ik eigenlijk hier nog hoef te doen, is die schets, het middelpunt van de schets, verplaatsen naar het middelpunt van onze DWG. En die staat in dit geval meteen goed. Nu, in het geval je een schets importeert die nog niet vooraf op schaal is gezet, kunnen we eigenlijk via het menu Bewerk, Vergroot, Verklein onze schets selecteren. En aanduiden dat we onze afbeelding in dit geval willen verschalen aan de hand van een afmeting. Nu, via dit commando kan je heel eenvoudig een maatlijn selecteren van een zone waarvan je weet hoe groot die ongeveer is. Nu, ik weet dat deze deur bijvoorbeeld een bepaalde opening heeft, dus we gaan die ongeveer selecteren. En we kunnen hier zeggen dat we bijvoorbeeld een andere afmeting ingeven en dan gaat onze tekening verschalen. Nu, in dit geval is het niet nodig om dat te doen, maar ik raad je aan om daar toch eens mee aan de slag te gaan en eens te kijken wat het doet, want het kan best handig zijn. Nu, deze tekening hadden we geïmporteerd. Nu, op een andere bestand had ik hier al even op verder gewerkt. Wat ik jullie eigenlijk wil tonen is hoe we zo'n onderlegger kunnen gebruiken in Vectorworks. Nu, wat heb ik gedaan? Ik heb een laag die heet Start. Dat is de laag waarop we onze tekening gaan maken. En de laag Onderlegger, daarop staat zowel de DWG als de afbeelding.
Als we die laag gaan bekijken in ons lagenvenster, dan zien we hier dat deze laag één speciale instelling heeft, namelijk de dekking ervan is 25%. Dus de laag waar we op tekenen ligt onder onze laag onderlegger. En de onderlegger is transparant, waardoor we eigenlijk heel makkelijk kunnen zien hoe de bestaande toestand of mijn schets, zoals ik het ontwerp wil hebben, eruit ziet. Nu, in deze workshop zie je ook dat er twee blauwe vlakken zijn getekend. Nu, die blauwe vlakken zijn de zones waarop ik wil focussen in deze masterclass. Wat kunnen we gaan doen? Wel, ik ga beginnen met deze zone, het sanitair blok, waar we eigenlijk heel eenvoudig met een van de basisgereedschappen uit de architectuurversie de muren gaan tekenen. Nu, voor zij die onder jullie het muurgereedschap al gebruikt hebben, wou ik eigenlijk een iets specialere manier tonen om die muren te gaan tekenen. Nu, dat kunnen we heel eenvoudig doen door hier in het muurgereedschap te klikken, een van de bibliotheekmuren te kiezen en daar dan mee rond te klikken in je tekening. Nu, ik ga een andere methode kiezen. Ik ga namelijk vanuit mijn hulpbronnenpalet een nieuwe muurstijl aanmaken door te dubbelklikken in ons hulpbronnenpalet, te selecteren dat we het type muurstijl willen aanmaken, waarna een dialoogvenster opent waar we de muurstijl kunnen instellen. Nu, het eerste wat we gaan doen is die muurstijl een naam geven. Ik noem die gipskartonwand. En die muurstijl bestaat uit een aantal componenten. De basisinstelling is één component van 15 centimeter dik. Nu, van zodra we een nieuw component creëren, gaat onze muur worden opgebouwd aan de hand van de componenten die we aanmaken. Nu, de naam van dit component is gipskarton. Dit gipskarton krijgt de klasse gipskartonplaat. En omdat ik aan die klasse al een bepaalde vulling en een bepaalde textuur in 3D heb gekoppeld, is het eigenlijk niet nodig om dat hier nog eens te selecteren. Dus we gaan gewoon vulling, instellingen van de klasse en bij textuur ook de instellingen van de klasse overnemen. De dikte bedraagt 1,25 centimeter. Oké. Ons eerste component is gecreëerd. Nu, een gipskartonwand bestaat typisch uit meerdere gipskartonplaten. Dus we gaan nog een tweede component maken op net dezelfde manier. Die uiteraard ook de instellingen van onze klasse overneemt. Een derde component heet isolatie en regelwerk. Die heeft een andere dikte, namelijk 5 centimeter. Die heeft ook een andere klasse waar weer andere eigenschappen zijn aangekoppeld. Die ook worden overgenomen, heel eenvoudig, door hier gewoon de juiste klasse toe te voegen. Hier kan je onmiddellijk zien dat die bestaat uit isolatie. Die isolatietextuur vinden we terug in onze klasse. We moeten nog twee componenten toevoegen aan de andere kant. Ook weer in diezelfde klasse. En een laatste component met ook dezelfde dikte, dezelfde klasse en de instellingen. Oké. En onze muur is eigenlijk klaar. Als we nu op OK klikken, dan zullen we zien dat die muur hier in ons info- of hulpbronnenpalet verschijnt. Door erop te rechtsklikken en te kiezen voor bewerkt, kunnen we die eventueel terug aanpassen. De klasse die we hadden gebruikt voor het tekenen van ons regelwerk en isolatie, die vinden we terug in ons navigatiepalet onder 22 binnenmuren, regelwerk en isolatie. Als we dit gaan bewerken, dan kunnen we zien dat de instelling die ik had gemaakt bestaat uit een 2D-vulling van het type motief en een 3D-textuur van het type renderworks-textuur isolatie. Om die muren te tekenen, wou ik jullie een speciale methode tonen, namelijk die rechthoek die ik had getekend, die gaat eigenlijk de zone aanduiden waartussen ik wil dat mijn sanitair blok in dit geval wordt getekend. Nu, door erop te rechtsklikken en te kiezen voor creëer objecten door middel van meetkundige vorm, kunnen we onze muren automatisch laten tekenen. Het enige wat we eigenlijk eerst moeten doen, is zorgen dat de muurstijl die ik wil gebruiken,
actief staat. Dus door hem hier te selecteren. Als we nu rechtsklikken op onze rechthoek, of onze polygoon in dit geval, kunnen we kiezen om een object te creëren door middel van een meetkundige vorm. Het type object is in dit geval een muur en de invoeglijn is aan de rechterrand. Ik klik eenvoudig op OK en je zal zien dat Vectorworks eigenlijk die muur voor jou automatisch gaat tekenen. Nu, die blauwe polygoon die ga ik even in het wit zetten om het iets duidelijker te maken. En ik heb jullie meteen een eerste methode getekend die verschillend is van de methode die je waarschijnlijk kent om muren te tekenen. Een andere methode is door die muur simpelweg te gaan dupliceren aan de hand van het verplaatsgereedschap. Ik wil namelijk deze muur tekenen op een afstand van exact 160 centimeter in die richting. Daarvoor kiezen we in de methodebalk de eerste optie en we zorgen dat we één duplicaat invullen, maar de selectie wilden we graag behouden. Van dit punt naar daar teken ik een lijn die over een afstand van 160 centimeter een tweede type muur gaat tekenen. Het enige probleem dat hier opduikt is dat we eigenlijk de lengte van die muur overgenomen wordt van deze lengte. Dus we gaan die nog op een of andere manier moeten aansluiten met elkaar. Daarvoor ga ik even inzoomen op deze verbinding. Via het commando verbind muren kunnen we kiezen om een muur in een T te verbinden. Deze sluit namelijk in een T aan op deze muur. En we klikken vanuit het ene been naar het koppelstuk om onze verbinding automatisch te maken. Hetzelfde kunnen we doen voor deze zone. We klikken van hier in die richting en onze muur wordt getekend. Een andere methode bestaat erin om een muur te tekenen op een exacte afstand vanuit dit punt in die richting. Nu, wat ik vaak zie is dat mensen of Vectorworks-gebruikers een lijn gaan tekenen, die ze dan over een afstand van bijvoorbeeld min 127 centimeter gaan verplaatsen om te gebruiken als referentie om die muur te gaan tekenen. Nu, dat is een mogelijkheid, maar er bestaat een eenvoudigere manier waarmee je eigenlijk kan zeggen van kijk, ik ga de muur die ik wens te plaatsen selecteren. Ik ga met mijn muisaanwijzer hier op het hoekpunt staan. En we drukken de G-toets in. Nu, door de G-toets in te drukken, gaan we eigenlijk het nulpunt vastleggen op die plek. Met de tab-toets springen we naar de lengte die we willen opgeven. En we geven opnieuw die 127 centimeter in. Als we opnieuw de tab-toets gebruiken, wordt er in Vectorworks een soort van cirkel getekend. Die we eigenlijk, waarvan we weten dat die exact 127 centimeter vanuit het nulpunt komt. Nu, door van dit punt naar hier nu te gaan tekenen, hebben we eigenlijk exact hetzelfde gedaan met een aantal stappen minder dan voorheen. Diezelfde muur willen we misschien dupliceren in deze richting. En omdat deze muur exact in het midden staat, hoeven we eigenlijk niet echt een referentie uit te tekenen. We kunnen gewoon grijpen naar het middelpunt hier. Zorg er alleen voor dat hier in de methodebalk ook de muur getekend wordt vanuit het middelpunt. En plaats je muur een tweede keer. Nu, deze masterclass heet interieur tekenen of efficiënt interieur tekenen in 3D. Nu, je vraagt je waarschijnlijk af van kijk, je bent alleen maar in 2D aan het tekenen. Nu, dat is niet helemaal waar. Want ik heb aan de laag start een muurhoogte opgegeven. En die muurhoogte gaat eigenlijk toegepast worden op alle muren die ik teken. En op die manier kunnen we eigenlijk, komt het erop neer dat we aan onze laag een soort muurhoogte koppelen. En alle muren die we tekenen met ons muurgereedschap gaan automatisch die hoogte overnemen. Dus dat wil zeggen, als we in 3D gaan navigeren door onze tekening, dan zien we eigenlijk dat onze tekening automatisch in 3D staat, zonder dat we eigenlijk echt 3D-commando's hebben moeten uitvoeren. En dat is meteen een van de grote voordelen van het muurgereedschap. Je tekent in 2D, maar het resultaat kan 3D zijn.